Ik ben echt two-face. Licht, donker. Licht, donker. Wil je misschien ook met je persoonlijkheid te maken? Ja, ik heb ook een dark side. I know. Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Ik ben Peter en dit is Tom. Gingen we niet juichen? We juichen altijd. Oh, oké. Okay. Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Yay! Hoi Tom. Hoi Peter. Gaat het goed met jou? Het gaat heel goed met mij. God, wat fijn om te horen, man. Hoe gaat het met jou, Peter? Oh man, het gaat zo goed. Ah, kijk. Fantastisch. Jongens, bedankt voor het reageren vorige week. Er is ongelooflijk, en dat viel mij op, genuanceerd gereageerd. Oh, mensen hadden een mening en niet zomaar een mening. Een mening met nuance. Nuance, nuance. Reginald, I disagree. En bijvoorbeeld Rakulu op YouTube en Daan Rohof en Koen Dame, die waren allemaal van ja en nee. De stelling vorige week was, moet je deel 4 beoordelen op deel 3 of gewoon los? Dat ja, is denk je aan voorgangers als je een spel beoordeelt of niet? Ja, en wij waren eigenlijk wel voor wel. Nou goed, we hebben een nieuwe week, dus een nieuwe stelling ergens in het pand. Ergens in het pand. Raak je dit keer aan? Kom jongens, we gaan zoeken! Of zullen we het een beetje Sinterklaasjournaal doen? Deze week hebben we geen stellingen! Oh, hoe zou dat toch aflopen? Geen stellingen deze week. Oeh, oh, kan de wow. Hot Coffee Show wel doorgaan? Zou de Hot Coffee Show doorgaan zonder stellingen? Huh? Peter gaat ze zoeken. Ik heb twee enveloppen, twee stellingen. Jullie hebben ze gegeven. Tom kiest random een stelling uit. Hoppakee. Eén van GamersNet, eentje van YouTube. En het is de stelling van GamersNet. En de stelling is... Indie games zijn meestal origineler en kwalitatief beter dan AAA games. Van Ambrosiussen op GamersNet. Oké. Okay. Hele moeilijke stelling voor Peter. Want Peter gaat nou indie games afbranden. Alsjeblieft. Ja, want ik hou graag van producten die af zijn. En gewoon een inleiding, kern, slot. En dat je dan een soort van het idee, ik betaal wel wat centjes. Dat is misschien wel duur. Maar dat je wel zoiets hebt van, nou... De persoon die dit heeft gemaakt, die heeft ervoor gezorgd dat het af is. Dat hij het geld verdient. Dat hij het geld verdient. En dat is reden 1. Ik vind indie games vaak onaf. Onaf. Of heel beperkt. Dus in ieder geval niet kwalitatief beter dan... Nee, sowieso niet kwalitatief beter dan AAA games. Ik snap ook helemaal niet waar kwalitatief beter vandaan komt. Ja, dat je... Ik denk dat ik bedoel dat dat een... Tegenwoordig dat indie games in staat zijn je meer in vervoering te brengen dan een AAA actiegame. Maar ben je dan eens met het origineler, ja of nee? Dat indie games origineler zijn dan AAA games? Wacht, ik wil nog even terug naar of ze beter zijn gemaakt. We hebben natuurlijk een hele discussie gehad rond Assassin's Creed Unity, die bugged was, heel veel andere games ook. Kijk, dat is niet goed hè, dat praat ik niet goed. Maar me dunkt dat het gemakkelijker is om een indie game met 4 pixels wel draaiend te laten krijgen. En een groot epos als Assassin's Creed of Halo dat er een fout in zit. Praat het niet goed, maar het is wel even wat makkelijker. Ja, maar ik denk niet dat hij zo kwalitatief beter bedoelt. Het is wel mooier. Dat zal het niet zijn. Maar meer, zeg maar, qua gameplay waarschijnlijk dat hij het zo bedoelt. Kijk, waarom ben ik gaan gamen? Waarom ben jij gaan gamen? Ik ben gaan gamen omdat je in games iets kunt vinden of iets kunt doen wat je niet in het echte leven kan doen. Dus een vette skateboard truc, 6 headshots achter elkaar, rondrennen in een Titan, een dier spelen, I don't know, van alles. Mooi. Alles wat ik niet kan doen in het echte leven kan ik wel doen in games en dat vind ik mooi in games. Ja, maar vind ik ook mooi. Nou, de eerste game die mij pakte, de eerste game die ik echt speelde, van ik dacht dat dit is echt een nieuw medium. Dit Limbo. Helemaal niet. Limbo is leem. Dat is indie. Maar dat is... dat was Command & Conquer. De eerste Command & Conquer. Command & Conquer. Ja. En die game die was... Die had... Vond je zelf heel erg leuk, hè? Ja. Dat vond je zelf heel leuk. Ik merkte het. Ik vond het zo hard ook. Ja. Je kan het niet maken ook om te zeggen. Maar het wel, ja. Te grappig gewoon. Nou. De eerste Command & die ging... die had cutscenes tussendoor. En dus, het was heel slecht. Misschien dat Tom er een stukje van kan knippen. Are you picking this up? Good. I know you need more deep background, but we're up against it. Er was een hele een hele Norse generaal. En die sprak heel serieus in beeld, zoals wij nu. En die ging vertellen
waarom de Nod, dat was de vijand. De Nod. De NOD, en waarom de GDI die moest verslaan. Vanaf dat moment dacht ik, dit is een film, maar niet, want ik kijk naar een film, maar ik kan er zelf invloed uitoefenen. Oh, dus jij zoekt in een game meer het filmische aspect, dat je iets, een verhaal meemaakt, maar dat je in een game het zelf kan sturen, ja, ja of nee? Dat is het, de interactiviteit. Ja. Ik weet dat Michiel dat ook heeft. Michiel houdt echt van blockbuster games. Die houdt van grote games, veel bombari, explosies en gewoon een goed spel. En indie games moet hij ook absoluut niet hebben. Nee, ja. Nou, af en toe zijn ze een beetje te pretentieus, dat moet ik ook wel zeggen. Nou, sowieso Super Meat Boy. Ik heb die documentaire gezien, Indie Game The Movie. Ik heb mezelf zo rot geërgerd aan developers. Volgens mij zei je dat de laatste keer ook toen we Hot Coffee Show... Het is een vreselijk film. Ga kijken. En het is, die mensen die zijn, die hebben natuurlijk een minderwaardigheidscomplex van hier... Tokyo, en wij proberen via onze game proberen wij de gamer te vertellen dat alles een enigma van zijn eigen realiteit is. Zijn eigen belevingswereld zorgt ervoor dat je dingen ervaart zoals ze eigenlijk niet ervaren horen te zijn. Maar met onze indie game kun je dat allemaal leren. Nou, spelenderwijs. Het zijn gewoon hipsters. Ja. En ik heb geen hekel aan hipsters, maar wel aan dat soort hipsters die... En dan zo'n Super Meat Boy, denk je, ja, kun je 100 uur in doen. Me dunkt als je de moeilijkheidsgraad zo omhoog doet en het dan artistiek noemt, hè. We maken het artistiek, maken we het moeilijk. Maar me dunkt dat je dan 100 uur aan een game kan spelen als je een level 85.000 keer moet overspelen. Fucking leuk. Super Meat Boy en ook dingen zoals The Binding of Isaac zijn niet echt artistiek bedoeld. Zo van, wow, je gaat Je moet die gast eens horen in die game. Ja, boeit me niet. Die games zijn gewoon voor een bepaalde doelgroep. Gewoon voor mensen die een heel moeilijk iets hebben. En dat kunnen ze niet in een AAA game krijgen. Dus dat zit nou in een indie game. Ja, nou hartstikke indie goed games dat mensen dat willen spelen. Mensen. Dat is het. Indie games is voor een andere doelgroep. En ik moet persoonlijk zeggen, tegenwoordig vind ik er te veel indie games. Het is de niche, het is geen niche meer indie games. Het is zo'n grote markt. Er is zoveel, en dan zitten ook die pretentieuze gasten in. Van allemaal, we gaan onze game zo maken dat, oh mijn god, je gaat jezelf leren kennen. Ja, ja maar ik weet niet. Ik vind indie games kunnen wel kwalitatief beter zijn dan een AAA game als het gaat om de feeling. En sorry dat ik een hipster ben als ik dat zeg. Maar er zijn sommige games waarvan ik echt wel een gevoel krijg wat ik af en toe niet meer kan vinden in een AAA game. Denk aan, weet je al, toch Limbo, het is een pretentieus voorbeeld. Ori and the Blind Forest gaat dat volgens mij ook doen. Below, ik heb heel veel plezier gehad aan The Binding of Isaac en meerdere kleine indie titels. Dus het heeft wel iets, weet je, Hotline Miami ook, dat heeft een speciale andere vibe. Maar als je die niet wil en je bent zoals Michiel en Peter, dan moet je lekker bij AAA games blijven zitten. Ik speel wel veel Candy Crush. Want dat is me toch een indie. Oh, dat is van een stel Zweedse jongens die een idee hadden, een visie over hoe ze de wereld gingen veranderen met een game. En ze kwamen met Candy Crush. Nou, die hebben de wereld wel meer veranderd dan Limbo, ja. Dan Limbo kan ik niet vertellen. Ik ben niet zo'n indie-game fan. Tot ben zover. Jij het wel? Ben jij laat het wel? Weten. Ja, laat het ons weten. Wat speel jij? En ben je het met Tom eens, mij eens, ben je het dus in het waarschijnlijk nu al? Het is waarschijnlijk nu al. Ja, laat het hieronder achter op Gamersnet. Het liefst natuurlijk op Gamersnet of op YouTube. Als je YouTube kijkt, mag natuurlijk ook. Volgende week komt er een nieuwe Gamersnet-stelling in. Discussieer rustig, laat weten wat jouw stelling is. En volg ons alle kanalen die je maar kan bedenken. Er zijn er best wel veel trouwens. Fucking veel. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.